Aan tafel hier Judith Spanjer, journalist bij Follow the Money. Schreef kritische stukken over de geldstromen in de zorg. Hanneke Haanraads, algemeen directeur bij het Helen Downing Instituut, waar we net al wat van zagen in het filmpje. En Ruud Peetoom, voorzitter van GGZ Nederland. Nederlandse GGZ-teun heten we tegenwoordig. De Nederlandse en hoeveel heeft deze naamsverandering gekost? Nou, toen was ik er nog niet. Oh. Maar, het betekent wel echt een andere koers. Dus dat, wat dat betreft lijkt het cosmetisch, maar er gaat een boel achter schuil. Oké, nou, misschien komen we daar nog over te spreken. Is het een verandering ten goede? Ja. Ja, oké. De Nederlandse GGZ. Het Helen Downing Instituut. Wat doet dat precies? Wij geven psychologische zorg aan mensen met kanker. En we hebben jaarlijks ongeveer 2400... kankerpatiënten, ze hebben zelf kanker en 30% is partner van hun. En zij komen bij ons nadat ze vaak een jaar lang behandeld zijn in een ziekenhuis, 2 jaar of tijd. En ze een diagnose hebben gekregen, chronisch of palliatief of vrij van kanker. En dan willen ze terug, hè, dan zijn ze weer thuis en dan willen ze weer aan het werk en dan willen ze weer terug naar hun leven. En op dat moment gebeurt er altijd wat anders, want dan merken ze dat ze hun leven niet meer op kunnen pakken. En ze zijn ook niet meer dezelfde. En de hele omgeving wil wel dat je dezelfde bent. Ze willen je terug van voor de kanker. Dus mensen komen dan bij ons omdat ze stuk lopen op dat vlak. En dan zeggen ze tegen therapeuten, wij willen onszelf terug van voor de kanker. Dat kan niet, weten wij. En dan gaan we met hun op pad om een nieuwe versie van zich uit te vinden, waarin kanker een onderdeel is van hun leven. Ja. Een 2.0 versie. En waarom is daar, cru gezegd, een heel speciaal instituut voor nodig? Dit kan niet binnen de reguliere GGZ? Ja, nee, dat kan niet. Omdat als een psycholoog afstudeert, dan heeft hij allerlei protocollen zich eigen gemaakt. Die zijn prima en die doen het heel erg goed en wetenschappelijk onderbouwd. Maar die zijn voor mensen, bijvoorbeeld gaat het over een angststoornis, en dan wordt die angststoornis wel behandeld. En bij ons, als mensen bij ons voor angst behandeld worden, dan hebben ze angst voor terugkeer van kanker. En dat is een hele reële angst. Als je dan alleen maar met het protocol angst aan de gang gaat, dan doe je precies de verkeerde dingen. Dan ga je ze vertellen dat het ingebeeld is. Of dat, ja, dan ga je iets doen wat niet voor hun belangrijk is. Als een ex-kankerpatiënt angst voor terugkeer heeft, is dat een hele reële angst. Want vandaag is hij vrij en morgen heeft hij uitzaaiingen. Rut Peetoom, is dat dus dit kan niet in de reguliere GGZ? Ja, dat kan ook. Maar het Helen Downing Instituut doet echt heel goed werk. Voor mensen die met zo'n hele moeilijke boodschap niet alleen geconfronteerd worden, maar gewoon een weg in hun leven moeten vinden. Dus dat het Helen Downing Instituut er is, dat is gewoon mooi. Ja. En voor andere mensen die dat hebben, die vinden hun weg in bij niet gespecialiseerde instellingen. En dat is ook goed. Want juist die diversiteit aan aanbod maakt dat iedereen zijn plek kan vinden. Ja. Nou, diversiteit aan aanbod, dat klinkt goed. Maar het is ook meteen een mooi bruggetje naar het eigenlijke onderwerp. Want ik wil het graag met jullie hebben over het verschil in aanbod in verschillende gemeentes. En in verschillende zorg die er geboden wordt. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, we zijn. De Nederlandse GGZ heeft 100 instellingen die aangesloten zijn. Die zijn onderling ook verschillend groot en klein. De een doet verslavingen, de ander is heel breed bezig. En ze zijn in allerlei verschillende regio's gevestigd. Ja, maar in sommige gemeenten heb je betere zorg, minder wachtlijsten dan in andere gemeenten. Ja, maar daar wordt wel een enorme slag gemaakt. Hè? Juist omdat op het moment is het zo, als er wachtlijsten zijn, dan gaan die instellingen niet met elkaar concurreren om een patiënt, maar die gaan kijken bij wie is deze meneer of mevrouw het beste af. Waar is plek en wie kan hem of haar het beste helpen? En dat is natuurlijk echt zoals het zou moeten. Ja, maar je hebt natuurlijk ook dat mensen dan flink moeten reizen bijvoorbeeld. Nou, dat is niet de bedoeling. Hè? Het is de bedoeling juist om te kijken of je in de regio, of je daar een plek kan vinden. Ja. Judith? Het heet de regiotafels en niet voor niets. Nee, regiotafels zijn niet voor niets. Judith, hoe kijk jij dat naar? Ja, nou kijk, ik denk dat er gewoon echt zo ontzettend veel zorgmiddelen op de markt zijn gekomen dat iedereen de weg kwijt is, volgens mij. En het zou heel fijn zijn als er zicht zou zijn op wat er nou eigenlijk geboden wordt. Want gemeentes hebben eigenlijk geen idee met wie ze een contract afsluiten. Dus ja, je mag gewoon jezelf aanmelden. Jij en ik kunnen zo een zorgbedrijf beginnen.
En dan zeggen we, nou, we willen aan de slag, nou, is goed. En nou, vervolgens ben je een jaar bezig, ben je 2 jaar bezig, 3 jaar... komt er een keer iemand kijken, als je geluk hebt. Maar meestal komt er niemand kijken en kon je gewoon je zorg bieden. Maar je wil dus zeggen dat er eigenlijk vanuit gemeente nauwelijks toezicht op is? Nee, daar is nauwelijks toezicht op. Aan de voorkant niet en aan de achterkant niet. En ja, dus wij geven echt ontzettend veel geld uit. We komen allemaal op tekort, zeggen we allemaal. We gaan met de hand op bij Den Haag vragen om meer geld. Ja, ik heb echt honderden jaarrekeningen gezien. Echt, er is zoveel geld wat zo weglekt naar allerlei bv'tjes. Ja, er is nog heel veel geld te winnen, denk ik. Ja, maar daar zijn Judith en ik natuurlijk helemaal over eens. Het is publiek geld, moet goed besteed voor de zorg van mensen. Ja. En daar gaat het dus niet om winst te maken ten behoeve van aandeelhouders. Dan gaat het gewoon om, als er een plus is, om dat te steken in verbetering van de zorg en in de noodzakelijke innovatie. Maar niet voor verrijking van wie dan ook. Nee, maar jullie hebben ook leden die daar toch ook wel enigszins mee bezig zijn. Dus dat is die nemen jullie ook aan als lid, zeg maar. Nou, ik ben heel helder in mijn boodschap. Dit is publiek geld en dat steek je dus in goede zorg. En daarom zijn die gemeenteraadsverkiezingen nu heel belangrijk. Maar even, want ik begrijp dus van Judith dat er dus, nou, om maar te zijn, er zijn gewoon zorgcowboys. Die kunnen eigenlijk in korte tijd heel rijk worden, veel geld verdienen. En daar is weinig toezicht op door gemeenten. Ik denk dat jullie met name over de jeugdzorg spreken. Want daar heb je WMO en jeugd, alles. Ja. Nee, alles. Nee, maar de gemeenten gaan contracten aan met zorgaanbieders op het gebied van de jeugd, want daar zijn zij van. En voor de rest is natuurlijk voor de andere zorg wordt heel vaak via verzekeraars gecontracteerd. En ik vind het ontzettend belangrijk ook dat gemeenten scherp zijn op met wie ze contracten aangaan en zich daarin verdiepen. Dat kan ook bijvoorbeeld als je met meer gemeenten samen die contracten aanbiedt. Daar zouden zorginstellingen zelf ook heel blij mee zijn als dat kon. Want dat maakt het allemaal veel gemakkelijker, veel minder regels. Dat maakt het ook voor mensen die werken in de zorg veel beter. Ze raken vaak heel gefrustreerd door al die processen. En dan denk ik van, laten we nou kijken naar die zorg. Daar gaat het om. Dat en dan voor die mensen die het nodig hebben, dat die inderdaad kunnen krijgen wat nodig is. Ja, maar goed, het klinkt dus nog niet ideaal. Nee, maar we zijn het gewoon eens. Dat is wel heel jammer voor de discussie. Dus, ik denk dat het nodig is om echt te kijken nu, wat voor kansen bieden nu deze gemeenteraadsverkiezingen? Volgens mij zitten we daarvoor aan tafel. En wij denken als Nederlandse GGZ dat wij juist in de samenwerking met allerlei andere partners de zorg veel beter kunnen maken. Wachtlijsten hebben jullie het net over. Ja. Hoe pak je die aan? Doordat je van tevoren kijkt, wat hebben mensen nodig? En soms is dat niet alleen goede GGZ, maar zit het ook in andere dingen. Een dak boven je hoofd, het wegwerken van schulden, een goede huisvesting voor die passend is voor mensen die uit een instelling komen en weer ergens moeten wonen. Ja, dat klinkt heel leuk, maar ik heb laatst onderzoek gedaan en ze komen helemaal, dan zijn ze uitbehandeld, dus dan klaar met de behandeling, en komen ze naar huis met een zorgaanbieder waarvan gewoon eigenlijk nauwelijks zorg geleverd wordt. En een behandeling is er niet meer, want dan komen ze bij beschermd wonen terecht. Dat is geen behandeling, dat is gewoon begeleiding. Dan vragen ze, hoe gaat het met je? Moet ik met je mee naar de dokter? Moet ik je administratie doen? Maar hoe het geestelijk met iemand gaat, daar kijken ze niet meer naar. En dat is dus niet de bedoeling. En dat betekent dat die instellingen juist gaan voor die goede samenwerking. Kijken inderdaad wat voor zorg geleverd moet worden. En dat kunnen gemeenten nu straks opnemen in hun nieuwe coalitieakkoorden. Wat moeten ze opnemen dan? Dat er goede huisvesting is. Dat er samenwerking is met zorgaanbieders. Dat daar ook geld voor is. Want een van de grote problemen nu is dat er zo ontzettend veel schotten staan tussen allerlei budgetten. En dat wanneer dus inderdaad de woningbouwvereniging en de zorgaanbieders samen moeten werken, dat ze allebei zoiets hebben, ja, maar dat past niet binnen onze voorschriften. Ja, dat zou je dus voorbij moeten. Hanneke? Het leuke is, daar hebben we heel veel voorbeelden van. Hanneke? Ja, ik moet heel erg, Teun, maar ik ben het eens met Judith. Hè? Judith, vervelend. Ja. Rut, je hebt natuurlijk helemaal gelijk, maar zo werkt het gewoon niet. En dat is ook de reden waarom ik uit die grote GGZ ben gestapt en naar het Helen Downing Instituut ben gegaan, omdat het een hele kleine instelling is. Ik ken alle mensen, ik weet precies waar elke euro heen gaat. En ik weet ook, ik kan dus ook echt zeggen dat hij naar de patiënt gaat. En dat kan je gewoon niet zeggen van in een grote instelling. Helaas, bv'tjes, constructies, zorgcowboys. Het gaat gewoon niet naar die cliënt toe. Het is gewoon niet zo. Er is gewoon een groep
die het niet op de correcte manier doet. Maar dat kunnen ook kleine instellingen zijn. Dat kunnen ook kleine instellingen zijn. Ja. Dus die zijn er gewoon. En heel erg jammer, omdat dat zo is, komen er steeds meer regels, omdat de overheid dan geen vertrouwen meer heeft in de zorgaanbieders, want die horen de verhalen van Judith in het. Die zijn zo. Ja, maar dan zeg je dat er heel veel regels zijn. Dat hoor je altijd iedereen zeggen. Nee, maar dat komt. Die regels worden gemaakt. Er zijn geen regels. Dat is het probleem. Sorry? Er zijn geen regels. Als je kijkt naar beschermd wonen... Deel, ja, voor dat deel er zijn waar gewoon geen regels. Volgens mij zijn er heel veel regels. Hebben onze mensen elke dag mee te maken. Maar ik ben zo benieuwd. Nou, ik bedoel eigenlijk... Je bent een landelijke instelling, hè? Jullie werken niet met gemeenten. Jullie werken heel goed, hele goede zorg voor mensen met kanker. Ja. Maar dat doe je omdat je een gespecialiseerde landelijke instelling bent. En wat dat betreft denk ik ook... Wij moeten niet elkaar gaan verketteren. En gaan kijken wat de ander fout doet. Precies. Wij zitten hier om te kijken... We mogen best even meer jongeren, 15% meer jongeren. Jongeren die nu een beroep doen op de GGZ, die moeten geholpen. Ja. Wat is je vraag aan mij, Rut? Vertel. Nou, ik ben zo benieuwd. Jij zit hier aan tafel. Je bent een landelijke instelling. Ja. Hè, en dat is, je doet hartstikke goed werk met jouw mensen. Maar gewoon de praktijk van de gemeente, die ervaren wij elke dag. En wij zeggen ook, wij hebben plannen voor de komende periode om dat heel goed te doen. Daar hebben we anderen voor nodig. En dat is op dit moment mijn inzet voor waar wij hier zitten. Maar wat is nou je vraag aan mij? Estafette. Nou, jij zegt tegen mij van, ik weet dat het niet zo werkt. Maar ik denk, jij bent een landelijke instelling. En je doet hartstikke goed werk. Moet je ook zeker doen. Maar laat ons het werk doen dan in al die gemeenten. Samen met wijken, samen met politieagenten, samen met iedereen die zich in wil zetten voor die goede zorg. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat iemand met een eetstoornis dan ook op tijd de hulp gaat krijgen? Omdat we dat nu juist niet lokaal gaan doen. En dat moeten die gemeenten zelf zeggen in hun Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daar zijn zij lid. Zij moeten zeggen tegen hun vereniging die gecompliceerde zorg, die moet niet op lokaal niveau geregeld worden, maar boven lokaal. Want dan krijgt dat meisje of die jongen met die eetstoornis tenminste de goede zorg. Gespecialiseerde zorg. De jeugdzorg die is al in 42 regio's verdeeld. Dus ze werken al samen en dat werkt dus ook niet. En het probleem is, je ziet dat als je een eetstoornis hebt, sta je voor een dichte deur. En als je gewoon lichte zorg nodig hebt, buitenschoolse opvang, dyslexie, paardencoaching, dan wordt de rode loper voor je uitgelegd. Zeg je dan eigenlijk dat de zorginstelling dan ook gewoon zegt van, we pikken een beetje de krent uit de pap? Ja, tuurlijk. Als instelling. Er zijn 6.000, minimaal 6.000, dus een schatting, we weten het niet eens, 6.000 jeugdzorgbedrijven. Nou, dat zijn er gigantisch veel. Niemand heeft daar grip op. Niemand weet wat ze nou eigenlijk doen. Zijn die nodig zoveel? Nou ja, ze boeren hartstikke goed. Het is echt miljoenen. Je wordt gewoon miljonair als kleine zorgaanbieder met lichte hulp. En dat is het probleem. De lichte hulp is allemaal heel erg makkelijk. En je krijgt gewoon tarieven die voor grote instellingen gegeven worden. Dat krijg je als kleine aanbieder ook. Dat moet dus anders. Dat zijn we helemaal eens, Judith. Ja, het cijfer. Ja, maar dat is nu al 7 jaar zo. Nee. En het is gewoon zo dat... Het is ongelooflijk dat we klagen over tekorten. Als je als kleine aanbieder gewoon tonnen en tonnen per jaar op je bankrekening bij kunt schrijven. En weet je wat Judith, heel jammer is? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Nou ja, eigenlijk iedereen die verantwoordelijk is, die niet die verantwoordelijkheid neemt. Het probleem in de zorg is dat je hebt 4, 5 verschillende wetten. Zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, jeugdzorg, de forensische zorg. En het probleem is, ze zijn 4 inkopende partijen. En daarbij heb je dan ook nog allerlei toezichthouders. Zij moeten dan de rechtmatigheid controleren. Je hebt nog 365 gemeenten die ook nog de rechtmatigheid moeten controleren. En soms ook de kwaliteit bij de WMO. En dat zijn zoveel schijven. Je kunt in één huis 10 cliënten hebben uit 4 wetten van 6 verschillende verwijzers vanuit 10 gemeenten. En wie heeft dan nog de verantwoordelijkheid? Niemand meer. En dat is gewoon het probleem. Maar wie zou dan de verantwoordelijkheid moeten hebben? Ik denk dat er 1 iemand aangewezen moet worden. Ik denk dat het echt bovenregionaal geregeld moet worden. Want die zorgaanbieders die werken ook in allerlei gemeentes. En als het hier op de vingers getikt wordt, gaan ze lekker daar verder. En het probleem is dat niemand met elkaar communiceert. Er wordt geen gegevens worden niet gedeeld. Dat mag ook niet, vaak niet. Maar dan nog, er wordt gewoon niks aan gedaan. Heel weinig aan gedaan. Rut? Kijk, dit is voor de gemeenteraadsverkiezing. Hè? Als het de landelijke verkiezing zouden ze kunnen zeggen... we veranderen het hele systeem. Dus dan kom ik graag terug. Maar nee, maar goed. Dan gebeurt er ook niks, hoor. Want dat gebeurt al 7 jaar niks. Wat doen we nu op lokaal niveau? Want het is te gek voor woorden dat
iemand met ernstige problemen komt bij een gemeente en die woont bijvoorbeeld in de gemeente Waardhoeken, ik noem maar wat. Hè, ja. En dan is meteen met één iemand het hele budget voor de gemeente voor het hele jaar op. Ja. Dat zijn dingen die niet meer mogen. Want dan krijgen mensen de goede zorg niet. En dat is die gespecialiseerde zorg moet dus op een ander niveau geregeld worden. Ja, die moet uit de gemeente, zorg, denk ik. Ja. Daarvan kun je echt zeggen dat dat wel misschien wel veel meer maatwerk is. Menselijke maat. Het idee was ooit, we brengen het allemaal naar de gemeente. Dan zijn we dichter bij de mensen. Ja, en dat was echt een goed idee. Maar dat ging gepaard met gigantische bezuinigingen. Toen ging het fout. Het werd een bezuinigingsoperatie. Ja, maar het gaat niet alleen om de bezuinigingen. Het gaat om de hele manier van denken. Het is gewoon niet goed aangepakt. Kijk, weet je, ik ben voor al die honderden aanbieders of duizenden aanbieders die er zijn, dat is geen goede zaak. En het feit dat er ook echt winst wordt gemaakt, is ook geen goede zaak. Dat zijn niet mijn instellingen. Hè? Jawel, er zitten ook een paar instellingen van u die goed winst maken. Dit is echt de bedoeling om met datgene wat binnen dit systeem als een plus komt, en binnen de GGZ is er bijna geen plus, zeg ik. Hè, steek dat dan in goede zorginnovatie. Maar als jij dus hoort van nou, die instellingen horen er ook tot die categorie, gooien ze dan uit GGZ Nederland. Nederlandse GGZ. Wij zijn heel duidelijk in onze boodschap, transparant in al je gegevens en heel zuinig met dat geld, omdat het terecht moet komen bij de mensen die zorg nodig hebben. Rut, je wordt een beetje onder vuur, ligt je van deze andere dames. Het doet er verder niet toe. Maar jij zegt van nou, we laten het toegaan naar die gemeente. Hè, er zijn grote verschillen in gemeenten. Je zegt nog net al van als iemand echt een zware zorg nodig heeft, dan kan misschien in één keer het hele budget van zo'n gemeente opzetten. Ja. Waar moeten we naartoe als we kijken naar de gemeente en ook naar de gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet in die gemeente ruimte gemaakt worden voor de samenwerking tussen iedereen die iets positiefs kan betekenen voor een bepaald kind of een volwassene die GGZ nodig heeft. Corona heeft een enorme wissel getrokken op onze hele samenleving. Maar je ziet ook dat heel veel meer mensen psychische klachten hebben gekregen. Hè? Ja. Voor de jeugd is dat inderdaad 15% meer. Nou, dat heeft ook een positief effect. Het enige, hè, elk nadeel heeft zijn voordeel, is dat de mentale gezondheid veel meer in beeld is gekomen. Ja. Dat er oog is voor het feit dat mentale gezondheid net zo belangrijk is als lichamelijke gezondheid. En dat we daar dus inderdaad aandacht voor moeten hebben, maar actie voor moeten ondernemen en geld voor moeten vrijmaken. En die mindset, dat die mentale gezondheid te maken heeft met allerlei dingen die je verder in het leven moet doen, dat doordringt, dat is pure winst. Ja. En nu nog vormgeven in de dingen die je doet. En dat betekent dat een soort investeren in weerbaarheid voor mensen, dat kan echt op gemeentelijk niveau, samen met scholen. Het kan zo zijn dat je juist die schuldhulpverlening en die woningbouwvereniging en de GGZ samen laat werken om een meneer of mevrouw inderdaad te bieden wat nodig is. En dan ook misschien korter op de wachtlijst te hebben, omdat hij of zij er al beter aan toe is, dankzij die verbeterde omstandigheden. Judith, geloof je hierin? Dat is een vraag. Nou, ik geloof, als ik zie wat de afgelopen 7 jaar gebeurd is, geloof ik niet dat allemaal goed gaat samenwerken. Dus ik denk dat je heel goed na moet denken, wat bieden we nou eigenlijk? We hebben geen idee wat we bieden, want wat ik zeg, er zijn geen regels. Beschermd wonen. We zetten iemand in een huis, dan loopt iemand overdag rond en that's it. Judith, ga je met me mee? Naar de Mayelle Wonen of naar Sunny Selvert of naar een van die andere. Ik ga overal mee naartoe, maar ik heb heel veel gehoord en gezien. Ik heb heel veel cliënten gesproken, cliënten die echt aan hun lot worden overgelaten. Die zijn er ook echt. Ja, en dat mag niet. Nee. Maar het probleem is dat de zorg niet gedefinieerd is. Ze weten niet eens over hoeveel uur hulp ze eigenlijk recht hebben. Dus ja, er moet gewoon veel. En ik denk ook, er zitten mensen die op een behandeling wachten. Als we naar de gemeente gaan, wat moet er dan gebeuren? Ik denk dat het heel goed zou zijn als je hebt verschillende soorten zorg. Als het om WMO, beschermd wonen, gaat, vind ik echt dat er veel betere hulp moet zijn dan alleen maar even een begeleider erbij zitten. Er zijn zoveel complexe cliënten die daar terechtkomen vanuit allerlei omstandigheden. En daar is gewoon geen goede hulp voor, vind ik. Hanneke? Ja, jullie, voor de luisteraars, het gaat nu alleen maar over jeugd, een WMO en beschermd wonen. Maar de GGZ is veel groter. De GGZ heeft ook een hele grote ambulante tak. Gewoon psychologische zorg. Wij doen dan mensen met kanker. Gaat gewoon per uurtje. En dat is hele efficiënt, goed ingerichte zorg. En andere zorg ook. Dus wij hebben het misschien wel makkelijker. Dat weet ik niet.
Maar het is wel zo dat het ook wij zeer ontmoedigd worden in de dingen die wij doen. Dus ik vond het heel leuk, Rut, dat je zei dat wij landelijk zijn, maar dat zijn wij nog niet. Wij zitten in Bilthoven, Arnhem, Nijmegen. En alleen omdat wij van de postcode loterij 1 miljoen hebben gekregen, zijn wij in staat om 8 locaties te openen. Het is te gek voor woorden dat je de postcode loterij nodig hebt om 8 locaties te openen, omdat je vindt dat je landelijke dekking nodig hebt voor mensen die daar zitten en je hulp nodig hebben, zodat ze niet helemaal naar Bilthoven hoeven. Anders zouden ze dus niet zijn. Anders zou het er dus niet zijn. Het is te gek voor woorden dat dat niet door een verzekeraar betaald wordt, of dat een gemeente, gemeenteraadsverkiezingen, ons niet zelf uitnodigt en zegt: ik ga er alles aan doen dat jullie hier kunnen komen. Want wat jullie doen heeft zoveel effect op de mentale gezondheid. En dat gun ik mijn inwoners. Want een postcode donateurs moet betalen om een zorginstelling uit te laten breiden. Belachelijk. Ja, en ik sta daar ook van te kijken. Want ja, dat weet ik, want jij kent het. Kijk, kijk alleen maar naar de WMO. Ik echt het een en het andere imperium met tig locaties uitbreiden in alle regio's. Ik heb het over wat anders hoor, Judith. Ik heb het echt over nodige zorg. Zo nodig dat een postcode loterij zegt, ja, dan doen wij het wel. Daarom is het echt gek. Dat als je dus bij WMO of jeugdzorg biedt, veelal. Ja, die gaan maar door. Maar wij kunnen maar blijven uitbreiden. En dat komt door dat rare systeem wat we hebben. Ja, maar jij zit heel erg op die WMO en de jeugdzorg. Ik ga even naar het De zaal heeft het prima naar de zin. Ik ga even naar het jongerenpanel. Want in principe kun je toch gewoon meedoen met de inkoop van een gemeente, denk ik. En dan kun je laten zien of je aan de procedures voldoet die ze dan hebben om mee te kunnen doen in de zorg in die regio voor een bepaalde periode als het gaat om WMO en jeugd, dacht ik. Dus dat is misschien ook deels een vraag. En het andere wat ik die vraag meteen even beantwoorden? Ja, want voor wie is die vraag? Ik denk en voor Judith en voor jou. Wij zijn ambulante zorgen, dus wij doen niet in de inkoop. Wij worden gewoon door een zorgverzekeraar betaald. En dat betekent dat de zorgverzekeraar bepaalt of wij genoeg budget krijgen om uit te breiden. En dat is dus het rare van dit systeem. Verschillende het is een schotten. Hele andere financieringstroom dan bij de gemeente. En bij de gemeente. Welkom in de zorg. Ja, hartstikke leuk in de zorg, hoor. Bij de gemeente is het geen behandeling, maar dat is echt bij de verzekeraars een begeleiding. Dus de lichtere vorm van zorg, dat ligt bij de gemeentes. En ik denk dat behandeling en begeleiding het beste is om mensen echt verder te helpen. Ja, maar we hebben dat is nu echt gescheiden. Ja. Nou ja, dat is weer een ander item. Wat is je vraag? Vertel je vast nog een vraag. Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd. Want je gaf natuurlijk aan, onze leden die maken geen winst en dergelijke. En er werd een paar keer gezegd. Ja, er zit toch merk. Nee. Precies. Er zitten natuurlijk ook leden tussen die dat mogelijk wel doen. Dus ik was benieuwd, hoe weet je dat dan? Hebben jullie dan transparantie in de begrotingen, het geld dat ze binnenkrijgen? Spreken jullie hun ook aan als er wel bijvoorbeeld meer winst wordt gemaakt? Hoe doen jullie dat? Kijk, we zitten in het systeem dat inderdaad waar marktwerking ooit zijn intrede heeft gedaan. Helaas. En dat is waarvan wij zeggen, die winst moet niet naar aandeelhouders of wat dan ook. Die winst moet gewoon naar de zorg. Maar wat dus als er winst wordt gemaakt, dan zetten we dat in voor andere therapieën, voor bijvoorbeeld preventie, voor innovatie waar het gaat om e-health en vele andere dingen. Maar bijvoorbeeld een enorm hoog salaris van de directeur, groot aandeelhouder van zo'n instelling. Dat is geen winst. Dat staat gewoon in de boeken, toch? Ja. Alles staat in de boeken. Maar jullie hebben ook geleerd een Franse investeerder is een lid van jullie. Ik bedoel, een investeerder heeft toch echt wel een winst ook mee. Een investeerder is lid van ons? Ja, ik zou het even nazoeken, maar dat is wel zo. We hebben gewoon instellingen waar ik zelf op bezoek ga, waar ik inderdaad ga kijken bij ik op de werkvloer. Ik zal straks even uitleggen hoe het zit. Maar in ieder geval. En die 100 leden, die ken ik, hè? Dus het is heel mooi dat je zelf kunt zien op de werkvloer wat er gebeurt. Zo zou het moeten. Maar Rut, je bent echt super als nieuwe voorzitter van de Nederlandse GGZ. Even mijn complimenten en gefeliciteerd met de baan. Helemaal goed. Het is geen baan, hè? En ik moet je teleurstellen. Het is gewoon zo dat er leden zijn bij jou die inderdaad gewoon alleen maar gewoon financieel gedreven zijn. En iedereen praat over de patiënt. Maar de patiënt is gewoon een euro. Het is echt tranentrekkend, vind ik het. Maar daar kun je niks aan doen en moet je ook niet persoonlijk aantrekken. En ik vind dat de zorg dat cynisme niet verdient. Maar dat het juist We hebben het over zorgprofessionals. Die zijn allemaal de zorgprofessionals. Die krijgen we allemaal gouden handen. Wat zou jij willen van gemeente? Ja, ik zou wel willen van gemeente dat ze
kijken naar wat een zorginstelling werkelijk aan rendement geeft in hun stad voor de mensen. Wat een zorginstelling nou werkelijk doet aan de mentale gezondheid van mensen in hun stad. Dus je kunt de mentale gezondheid meten van je mensen in je stad. Die moet dus omhoog. Als je dan veel geld geeft aan je zorgaanbieders en die mentale gezondheid gaat niet omhoog, dan klopt het dus iets niet. Zet er een bureau op. Zoek niemand waar weet, die euro's heen gaan. Weet of dat zet er een bureau op. Stoppen, nee. Kijk gewoon, het is echt, meten is weten. Kijk, je moet is dat te meten, Judith? Nou, niet zoals we bezig zijn. De gemeente hebben überhaupt geen data. Ze weten gewoon niet eens waar het geld naartoe is gegaan. We hebben alles opgevraagd bij allerlei gemeentes. Maar hoe kan dat dan? Ja, omdat dat niet in het systeem zit. Ze hebben dat gewoon niet gedaan. Ze hebben het niet Maar wat is dan het systeem? Geen idee. Dat kan niet. Nu? Gewoon ze zijn volle bak gegaan. Ze hebben duizenden productcodes bedacht. Ja. Duizenden. Oh ja. Dus elk onderdeeltje is een productcode. Terwijl, waarom moet dat zo ingewikkeld? Er zijn echt enorme administraties opgebouwd met tig FTE's om alleen maar die productcodes in te vullen en op te sturen. Ja. Kijk, ik ben zo goed voor de werkgelegenheid. Ja, er gaat heel veel geld heen. Er gaat heel veel maatschappij. Niet voor de handen aan het bed. Ik ben er voluit voor dat je alle data verzamelt en dat waar het niet goed gaat, dat moeten de dingen anders. Maar wij zijn er nu voor om inderdaad de contouren uit te zetten waar het naartoe moet. Maar Rut, als ik het dus goed begrijp, kan het best zijn dat er binnen afzienbare tijd jij een paar mensen gewoon eruit gooit. Oh, leuk! Is dat het doel van alle dingen? Nee, Volgens mij moeten de dingen gewoon goed gebeuren. Ja, daarom. En dat is mijn drive. En dat van mijn mensen, dat nu die gemeenteraadsverkiezingen gaan om die hiccups die er zijn, dat we die wegnemen en dat we echt kijken naar waar kan de zorg beter en hoe. Noem maar eens drie dan die weggenomen moeten worden in de gemeenteraad. Dat er geld vrijkomt om inderdaad die samenwerking te bekostigen. Omdat je samen met gemeenten werken, dat gemeenten samenwerken om een aanbesteding niet allemaal apart te doen, maar een aantal met elkaar. En dan inderdaad ook een beetje body te leven, zodat de aandacht uit kan gaan naar zorg in plaats van naar de regels. En ik denk dat het werken aan mentale gezondheid in de samenleving in de brede zin echt ontzettend belangrijk is om stigma's weg te nemen en om mensen weerbaarder te maken. Het heeft ook een hoog rendement, hè? Als je namelijk gewoon werkt aan mentale gezondheid, door bijvoorbeeld wat we Marsha hebben gedaan, dan gaan mensen weer werken. Ze gaan weer een deel nemen aan het maatschappelijk leven. Ze worden weer een leuke partner. Ze worden weer lief voor hun kinderen. Het gaat gewoon beter met mensen. En het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is helemaal geen vaag gebied, de gezondheidszorg. Maar goed, dat weten we wel. Oké, gelukkig. Ja. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Weet iedereen dat? Ja. Maar Judith, het enige waar dit is nou echt zoiets waarvan je dat zeg je dan, ja, we komen er niet uit. Nou, we komen er ook niet uit. Maar Rutte zegt dus ook meer geld. Maar als ik jou hoor, vraag ik me af of jij dat daarmee eens bent. Nee, geen meer geld. Eerst eens even kijken wat we aan het doen zijn. We zijn gewoon met een blinddoek op gewoon geld aan het uitgeven. Er zijn gewoon tig zorgmiljonairs sinds 2015 erbij gekomen. Binnen een paar jaar heb je gewoon 9 miljoen euro omzet. Ik bedoel, hoe kan dat? En er wordt gewoon echt heel veel geld via allerlei BV-constructies. Ik heb het onderzocht in Tilburg, dus exemplarisch voor andere regio's. 40% van de commerciële jeugdzorgaanbieders maakt meer dan 10% winst. En dan heb ik nog niet gerekend iedereen die minder winst maakt, maar waarvan het geld op andere wijze nog verder weglekt. Dus er is gewoon echt heel veel geld over. De gemeente moet echt superscherp zijn op alles wat verspilling of inderdaad niet met zorg te maken heeft. Dat zijn ze niet. Nee, maar ik zeg dat moet. Ja. Ja. Het is daarnaast ook zo dat voor de gewone zorg wel veel minder geld beschikbaar blijkt te zijn. En dat heeft ook te maken met dat er steeds meer mensen een beroep gaan doen op de GGZ. Dat is niet voor niets en dat is niet goed. Dat vergt dus die investeringen waar ik het net over had in die mentale gezondheid. Maar het maakt ook dat we gewoon je kunt een euro maar één keer uitgeven. Bedenk dan wat je moet doen en hoe dus dat niet het aan die zorgcowboys. Nee, en daar zijn we het dus. Nee, want ik ben het eens dat het naar de zwaardere zorg moet. Want het is bizar hoeveel geld wij aan allerlei soorten zorg. Het mooie is, nu beginnen we dingen te herhalen. Dus daarom dank ik jullie allemaal hartelijk. Oh. En dan gaan we nu kijken naar. Er gaan nog twee lokale politici gaan erover verder debatteren. Naast mij hier staat Jorian van Schagen van de D66 Amsterdam. En hier staat Roel Dekker van de PvdA te Leiden. Want we hebben hier een uniek debat vandaag. Het onderwerp vraagt er ook wel een beetje om, maar we gaan in debat met kandidaten uit verschillende gemeenten.
En het is ook een beetje een meta-onderwerp, zoals we hebben gezien. Want het gaat over de wachtlijsten in de zorg. En de wachtlijsten waren al jarenlang een groot probleem. Corona heeft de hulpvraag alleen maar groter gemaakt, zoals we hebben gehoord. De suggesties om de tafel die werden bevlogen neergelegd. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe jullie in debat gaan met elkaar. De spelregels gaan als volgt. We gaan 5 minuten in debat. Dat is niet lang, dus hou je punten beknopt. En ik geef eerst Roel 30 seconden de gelegenheid om te openen. En dan, Jorian, krijg jij 30 seconden de gelegenheid om te reageren. En vervolgens zullen we in een pingpongspel het debat voortzetten. Dus, krijgen wij een timer te zien? Wat fijn. Ja, we krijgen een timer. Nee, super. Ja. Roel, ja. Aan jou het woord. Het zal vast niet alleen zijn omdat ik uit Leiden kom, maar ik ben me kapot geschrokken van wat we de afgelopen half jaar hebben gehoord. En ik denk dat de grote lijn daarin is dat iedereen zich afvraagt hoe de gemeenteraad zo de controle heeft kunnen verliezen. Dat het kan zijn dat er zorgkabo's zijn die miljonair worden van publiek geld. En dat een prachtig initiatief simpelweg niet in de gemeente gevestigd kan worden, omdat het niet past in de protocollen van de zorgverzekeraar. Wat wij de komende 4 willen doen in Leiden, maar ook in Amsterdam en in de regio, is er simpelweg voor zorgen dat we die controle terugkrijgen. Als gemeenten actiever gaan sturen op het soort zorg dat we inkopen en zorgen dat het goed past wat in de gemeente. Dat waren de 30 seconden om te openen. Ik ga naar Jorian. Dankjewel. Ik ben echt heel blij dat dit thema nu op de agenda staat. Mentale gezondheid is een kost je heel seconde. Belangrijk thema. Ja. Ja, dit doet meer. Maar het is echt heel belangrijk. We hebben in Amsterdam, een paar jaar geleden, heeft de D60-wethouder hier een mentale gezondheidsplan neergelegd. En dat gaat onder andere over een aantal punten die Rut en ook Judith genoemd hebben. Dat gaat over de samenwerking. En ik vind dat we daar echt veel moeten inzetten. En waar gaat het dan om? We hebben in Amsterdam 40% van de bevolking heeft een mentaal gezondheidsprobleem en 8% ernstig. Daar kan de gemeente heel veel doen, maar we zitten in een pervers systeem, dat is genoemd. We zitten in een pervers systeem, want elke cent die de gemeente uitgeeft als preventie op dit moment. Waar ga je dan op inzetten, wet, Julian? Die zien wij niet terug, die besparingen. Die zitten in de zorgverzekeringswet. Dankjewel. Roel, we gaan terug naar jou. Ja, ik ben het helemaal eens om in te zetten op samenwerking. En dan wil ik ook specifiek kijken naar de preventie. Want ik denk dat een deel van de mentale gezondheidszorg simpelweg wordt veroorzaakt door het feit dat mensen te lang alleen worden gelaten. Eenzaamheid is een gigantisch probleem onder ouderen in de mate dat het naar de GGZ moet. In Leiden zetten we dan bijvoorbeeld in op knarrenhofjes. Het idee is simpel. Je zet een aantal ouderen vandaag bij elkaar. Die hebben hele laagdrempelige zorg. Die passen op elkaar. Het scheelt gigantisch veel geld op termijn. Simpelweg omdat die dan uiteindelijk niet naar de zorg hoeven. Nou, dat is het soort samenwerking en preventie dat we volgens zien. Hoe luister je daarnaar? Ja, dat vind ik een heel interessant idee. Ik ben voor een aantal focusgroepen en ouderen is er één van. Eenzaamheid is belangrijk. Daarnaast zijn er echt jongeren, die hebben we gezien, hè? Je hebt het zelf ook al genoemd. Jongeren zijn een heel belangrijk aandachtspunt op mentale gezondheidsvlak. Maar ook mensen met een migratieachtergrond, gezondheidsverschillen. Nou, een grote stad als Amsterdam is dat een heel groot probleem. De toegankelijkheid voor deze groepen, zeker tot deze mate van zorg, de lichte zorg, maar ook de zwaardere, is moeilijk. En daar moeten we echt iets aan gaan doen. Oké, en dan wil ik toch even naar het ene onderwerp. We willen dus echt dat er meer toezicht komt op die zorgcowboys, op die zorgaanbieders. Hoe ga jij dat doen, Jurjan? Toezicht. Nou, volgens mij is de gemeente niet een toezichthoudende rol, maar ik ben het wel geheel eens. Ik ben het wel echt heel erg eens. Ik ben het echt heel erg eens dat het absoluut belachelijk is dat er zoveel geld gaat naar mensen die gewoon tonnen verdienen. En daar moeten we als politiek, D66, BVDA, iedereen zal het over eens zijn, dat we er heel scherp in de wind moeten varen en veel scherper op moeten zijn. Ben je het daarover eens, Roel? Nou, ik vind het veel te vrijblijvend. Van het eerste antwoord is, we hebben als gemeente geen toezichthoudende rol. Nee, het is jouw geld en het geld van jouw gemeenteleden dat uiteindelijk daar naartoe gaat. Dus in de inkoop kan je sturen. Je kan meer meten op output. Dus ik zou zeggen, het is tekenend voor het probleem dat je eerst gaat afvragen of je toezichthoudende rol hebt voordat je het probleem oplost. En wat is jouw advies richting de oplossing, Roel? Nou, ik denk dat op de inkoop veel scherper kunnen zijn. En dan niet scherper in de zin dat je prachtige initiatieven die niet in protocollen vallen daaruit laten. Maar wel dat je gewoon gaat kijken. In Leiden hebben we gezegd, op het moment dat de bestuurder van een instelling te veel geld verdient, kopen we daar geen zorg in. Punt. Nou, dat betekent dat de tarieven gigantisch omlaag zijn gegaan. En dat zorgt gigantisch veel geld dat het werk naar de patiënt gaat. Nou, dat zijn dingen die je kan doen. En ben jij het met Judith eens dat je geld genoeg hebt? Ik denk dat er meer geld bij moet vanuit het Rijk. Absoluut. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat er meer kan gebeuren met het geld dat we nu als gemeente krijgen. Julian. Ja, ik zei geen toezichthoudende rol, maar omdat wij gewoon geen geld voor hebben. Ik ben het wat Judith zei heel erg eens. Je moet dan naar een grote regio kijken. Dat is veel groter dan de gemeente alleen. Bij de inkoop kun je allerlei dingen doen, maar je hebt niet dat inzicht in elke instelling enzovoort. Om daar nou het geld, want dat betekent alleen maar meer bureaucratie. Dus ik ben het geheel mee eens. Volgens mij moeten we gewoon veel scherpere eisen stellen. En dat kan op een manier die, ik ben je naam vergeten. Roel net stelde, maar dat kan ook op een heel andere manier. We moeten er gewoon veel scherper op zijn. Maar ik zie daar echt meer voor nodig dan alleen vanuit de gemeente. Daar hebben we gewoon hulp bij nodig. We gaan de laatste minuut in. Roel, ik wil je graag 20 seconden geven om naar de kiezer uit te leggen waarom ze op jou moeten stemmen op dit onderwerp.
Erg bedankt. Nou, heel simpel, omdat zorg en specifiek mentale gezondheidszorg te belangrijk is om aan de markt over te laten. En gemeenten kunnen zich niet verschuilen achter protocollen of richtlijnen, maar moeten zelf het initiatief durven nemen. En de PvdA is de enige partij in heel Nederland die dat echt gaat doen. Jorion? Ja, ik ben een vraag van het jongerenpanel, mag dat? Nee, dat komt ernaar. Dat komt, echt zo meteen. Shit. Oké, nou... Jullie ook vrij jong, maar we gaan echt zo meteen naar. Nee, nou ja, waarom moet je met D66 stemmen? Wij zijn degene die dit onderwerp, maar ook de wachtlijstproblematiek op ons verkiezingsprogramma hebben staan. Dat is een van de weinige partijen. We willen hier echt werk van maken en dat gaan we doen de komende jaren. We hebben nog korte tijd om daar op te reageren. Nou, ik geloof dat we in Leiden al 40 jaar samen in de coalitie zitten. Dus dan laten we dat er vooral samen doen. En, hoe gaan gemeentes onderling samenwerken? Nou, ik denk dat... Nee, dat vind ik nog wel van belang. Ik denk dat het deels... In de laatste 10 seconden. Deels belangrijk is om samen te werken. Tegelijkertijd denk ik ook dat goede zorg oorlog heeft voor specifieke omstandigheden en specifieke problemen. Dus een eenheidszorg met één richtlijn en één protocol lijkt me ook een slecht idee. Dankjewel voor dit mooie debat. Ja, blijft u toch even staan. Zoals aangekondigd. Het jongerenpanel. Hebben jullie nog een vraag? Zijn er allebei. Als niemand heeft, dan heb ik er wel één. Ik vroeg me af, hoe gaan we er ook voor zorgen dat zorginstellingen zich niet alleen gaan focussen op de lichte zorg, maar ook dat ze de zware zorg gaan doen? En wat voor rol kan de gemeente daarin spelen? Ja. Wie wil reageren? Ik denk dat het een uitstekende vraag is, dankjewel. En een heel terecht punt. Ik denk dat het deels in belangrijke technische oplossing zit, zoals bijvoorbeeld de financiering. Dus bijvoorbeeld zware zorg krijgen nu veel meer geld voor dan lichte. En dat leidt tot een hele vervelende prikkel. Want dat betekent dat er veel minder lichte zorg is. En dat je dus wacht tot zorg zwaar is. Want dan krijgen mensen wel genoeg voor om het ervoor op te lossen. Nou, ik denk dat je dus door slim te kijken in de preventie daar heel goed kan werken. Heel klein voorbeeldje. In Leiden zagen we een huisarts heeft 10 minuten, moet op basis daarvan een patiënt doorverwijzen. Dan krijg je veel te dure specialistische zorg. We hebben gezegd, die huisarts krijgt een praktijkondersteuner. Die heeft langere tijd, kijkt samen met de cliënt, wat voor hulp is hier nodig. Vaak is dat lichter, maar daardoor krijg je al eerder hulp. Die houdt de vinger aan de pols. Dat zorgt ervoor dat gigantisch veel mensen uit die zware zorg kunnen blijven, omdat ze nu wel op een goede manier de lichte kunnen krijgen. Dus zijn dat soort oplossingen waar ik dan aan denk. Het is ook een soort van zorgbemiddelaar. Precies, ja, want je kan tegen wel zeggen, kies het in vrijheid. Alleen heb je een huisarts die het in 8 minuten moet doen en voor je het verder zelf weet op basis van googlen. Ja, maar als hij nog iets heeft te zeggen. Ja, nee, ik ben het eens, want wij doen het er nou wel zo voor deel. Bij de jeugdzorg is het heel erg opgehokt in de verschillende soorten, licht en zwaar. En ik moet eerlijk zeggen dat daar de neiging juist is om naar meer zwaardere zorg te geven, omdat er veel meer geld in zit. Maar dat kun je gewoon met contracten en afspraken, kun je dat, daar afspraken over maken. Nou, hartelijk dank. Ja, wat een schatjes zijn jullie.